Deze weegbrug worden ze gewogen. De machine worden de eieren doorgelicht en stuk voor stuk op kwaliteit gecontroleerd. Uiteindelijk liggen de eieren netjes in rijen van 6 klaar voor de verpakking. Ook dat gebeurt heel automatisch. Gewoon doe waar je zin in hebt. Een beetje scharrelen, een beetje rusten, af en toe even vliegen. Lekker eitjes leggen. Ja, daar doen we het toch voor de boet. De boet? Ja, de boet van de mijn scharreleieren. Goedemorgen, dames. Inspectieboord. Hoe staat het met de eitjes? Of wordt hier alleen maar gescharreld? Heb je haar weer? Wat? Moet weer even de ei kwijt. Kom op, dames. Aan de leg. Maisbreek is over. Joehoe, werden hier nog heerlijke verse maisscharreleieren gelegd. Zeg, rustig aan een beetje. Moet je kijken wat we allemaal leggen. Het rest is het inpakken in grote dozen om het vervolgens naar een supermarkt te laten komen. Thank you.
jij? Ze willen elke dag naar mij, wie moet dat leggen? 15 miljoen mensen willen elke dag naar mij, wie moet dat leggen? Maak je maar geen zorgen, want het leggen doen wij. Wij zijn de kippen van de scharrelboerderij. Pop, 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 van de scharrelboerderij. Tegenwoordig hebben wij als kippen goed bestaan. We voelen ons kip lekker, ook al kraait er hier geen haan. We kunnen lekker lopen en we eten ons ontgans. We leggen eens een eitje en we doen de kippendans. De boet zijn lekker, veel lekkerder. Omdat wij gezond, plantaardig voedsel krijgen, rijker aan linolzuur. Maïsscharreleieren uit onze natuurfarm De Boet. Vers bij de betere supermarkt of speciaalzaak.